Er zijn twee crisissen die ik identificeer. Het is een economische crisis en we hebben ook een vertrouwenscrisis. U begrijpt, die economische crisis wordt vaak beïnvloed door die vertrouwenscrisis. En we moeten eerlijk zijn, het vertrouwen in de regering is wankel. Doelen die niet gehaald zijn. En het is niet alleen in de regering, maar ook in de banken. Je ziet zelf in de staatsbedrijven. Zaken van corruptie die steeds naar voren komen. Kijk, het bedrijfsleven kijkt naar deze ontwikkelingen. Belangrijk ook is, er moet voorspelbaar beleid zijn. En dat soort zaken missen we. En mensen beginnen eigenlijk te twijfelen van al de beloftes die gemaakt zijn door de regering. Ze zien het maar niet uitkomen. En dan krijg je dus die vertrouwenscrisis. En met die vertrouwenscrisis gaat mee dat mensen beginnen te vluchten in valuta. En u ziet het zelf ook, dat als je eenmaal die rush hebt op die valutamarkt, dat het moeilijk te stuiten is. Als je dat plaatst tegen de achtergrond van het IMF, dan zijn we wel op een rampzalige koers. Dus u weet, ik ben nooit een voorstander geweest van de IMF. Het gaat niet om het instituut van de IMF. Maar de IMF houdt geen rekening met de omstandigheden in een land. Ze hebben een theoretisch programma die men wil afdraaien. Afgelopen, dit moet gehaald worden binnen deze tijd, binnen deze tijd. En ik vind, we moeten ons niet zo afhankelijk laten worden van een instituut. Met investeerders geloof ik dat we veel meer binnen zouden kunnen krijgen. Blijven maar, men heeft gekozen voor de IMF. En ik zal u zeggen, de zaken die de IMF voorstelt, zijn eigenlijk onuitvoerbaar. Het geeft de samenleving te harde klappen. Maar stel, we waren niet met IMF in zee gegaan. Waar hadden we dan nu gestaan met onze koers en met onze inkomsten? Ik denk dat natuurlijk prudent beleid is heel belangrijk, wat niet gebleken is. U ziet het ook bij de centrale bank. Het heel bankair systeem van de zouden onder de loep moeten nemen. De president heeft een paar keer geprobeerd om met de banken te praten. Maar het schijnt dus dat dit zijn syndicaten, als ik het zo mag noemen, die gaan voor een bepaald belang van enkele kapitaalkrachtigen van het land. Hiermee krijg je geen ontwikkeling.